Hallo allemaal, welkom op de kerstinspiratiecursus. Ik ben Bart Gerweg en ik ga jullie vandaag in een korte tutorial video leren hoe je correct kunt belichten. Correct belichten is toch nog steeds heel belangrijk. Hè. We kunnen tegenwoordig heel veel in nabewerking, maar een goed belichte foto in het veld geeft ons gewoon veel meer flexibiliteit achteraf. Dus als het bronbestand goed zit, dan ga je gewoon nog veel meer mogelijkheden creëren om om nabewerking eigenlijk alle kanten uit te gaan met het beeld. En, correct belichten, iedereen denkt waarschijnlijk van tja, dat kan ik wel, maar toch zie ik eigenlijk op mijn workshops toch regelmatig dat ik de opmerking moet geven van de foto is nog niet helemaal goed belicht, misschien nog iets meer exposed to the right te passen en nog iets, het beeld nog iets lichter maken. Dus er wordt toch nog wel vaak tegen gezondigd. En, ik denk dat het heel belangrijk is dat je in staat zit om een foto goed te gaan belichten. En ik ga jullie vandaag in deze cursus daarbij een beetje helpen. Ik ga mezelf kleiner in beeld brengen. En vooral de slides uiteraard laten zien. Dus als we even gaan bekijken, de belichting van een camera of van een foto hangt eigenlijk van een aantal factoren af. Meestal fotografeer je, in mijn geval landschapsfoto's, in diafragma voorkeurstand. In macrofotografie is dat eigenlijk ook het geval. Waarbij dat je een ISO-waarde gaat gaan vastleggen en dan de sluitertijd gaat gaan bepalen. En dat in combinatie met het omgevingslicht. Dus deze vier factoren zijn het omgevingslicht, de lichtgevoeligheid, dus de ISO-waarde, het diafragma en de sluitertijd bepalen samen de belichting. Nu, de camera helpt je daarbij. De camera gaat zelf een lichtmeting doen en een voorstel doen qua sluitertijd bijvoorbeeld. Als je een diafragma voorkeur fotografeert, dan gaat de camera een voorstel doen qua sluitertijd. Nu, het probleem is dat het voorstel dat die camera doet, dat niet altijd correct is. En het probleem daarbij een beetje is, mijn camera gaat eigenlijk alles wat hij registreert proberen als middentonen te fotograferen. Dus eigenlijk alles min of meer in het midden van het histogram te proberen plaatsen. Dan krijg je bijvoorbeeld al zeer lichte scènes, bijvoorbeeld het sneeuwlandschap. Ja, eigenlijk gaat de camera proberen om die witte sneeuw als grijs, als middentoon te fotograferen. Het omgekeerde gaat gebeuren bijvoorbeeld als je hier heel donkere landschappen fotografeert. De camera gaat de neiging hebben om die donkere landschappen een beetje te grijs te gaan fotograferen. Dus er zijn eigenlijk heel wat situaties. En dan heb je ook nog situaties met hoog dynamisch bereik, waar dat voor de camera niet duidelijk is van ja, kies ik voor de hooglichten, kies ik voor de schaduwen. Dus er zijn heel wat situaties dat eigenlijk de belichting van de camera dat die niet 100% betrouwbaar is. Ik zou zelfs meer zijn, er zit bijna in elke situatie, het grootste deel van de situatie, moet je bijna gaan ingrijpen op die belichting van die camera om een goed belicht beeld te krijgen. En gelukkig hebben we daar tegenwoordig een histogram bij. Een histogram kan ons eigenlijk de belichting van onze foto tonen op basis van een soort wiskundig diagram. Dat is het voordeel van digitale fotografie. Vroeger, als je analoog fotografeerde, dan moest je heel goed kunnen het licht meten en het licht inschatten om een correct belichte foto in te stellen. Dus dat is nu niet meer het geval. We kunnen eigenlijk al aan de hand van het histogram krijgen we eigenlijk al hulpmiddelen in het veld om die belichting in te schatten. En als we met belichting bezig zijn, dan is het, moeten we misschien een beetje meer in zwart-wit leren kijken. Want een camera die meet geen kleur, een camera meet een helderheid. Elke kleur heeft een bepaalde helderheid en eigenlijk gaat de camera op die manier zijn lichtmeting gaan doen. Dus een camera gaat eigenlijk geen kleuren registreren, maar gaat uiteraard kleuren registreren, maar gaat eigenlijk licht meten op basis van helderheden. En het is die helderheden die wij moeten leren herkennen. En we gaan er eventjes het histogram bij halen. Dus het is een soort wiskundige voorstelling van het histogram, waarbij we hier eigenlijk een x-y-diagram hebben. Dus op de x-as worden eigenlijk alle helderheden weergegeven die de camera kan, of die de camera kan registreren. Gaande van uiterst rechts eigenlijk 100% puur wit, uiterst links 100% puur zwart. Dus
100% schaduw en 100% hooglicht. En dan in het midden de 18% grijs, dus de middentonen. Dus in de middentonen vinden zich ongeveer in het midden van het histogram. De schaduw, de donkere delen, met dan ja, bijna 100% zwart aan de linkerkant. En dan de hooglicht met dan ja, 100% hooglicht, 100% wit aan de rechterkant. Dus dat zien we op de x-as. Op de y-as toont ons eigenlijk hoeveel pixels van die bepaalde toon aanwezig zijn in het beeld. Als je bijvoorbeeld een beeld maakt met veel middentonen, en ik denk bijvoorbeeld aan gras, en gras is zo, of vegetatie is zo, een middentoon zit ongeveer in het midden. Als je dus veel middentonen fotografeert, ja, dan gaat het hier op de y-as vrij hoog gaan. Fotografeer je veel schaduwen, dan gaat het hier op de y-as in de buurt van de schaduw heel hoog gaan. Fotografeer je bijvoorbeeld veel lucht, veel hooglicht, dan gaat het op de x-as dus in deze regio heel hoog gaan. Dus op de y-as zie je eigenlijk het aantal pixels dat van die bepaalde helderheid aanwezig zijn. En op de x-as zie je dus ja, de helderheid van die toon. Dus dat is een beetje ja, de manier waarop dat je histogram moet leren lezen. Hè. Wat is nu eigenlijk belichten? Belichten, hè, moet je eigenlijk leren de tonen herkennen in een beeld. Hè. Leren herkennen wat hooglichten zijn, wat middentonen zijn, wat schaduwen zijn. Je gaat deze tonen proberen te lokaliseren in het histogram. En dat doe je enerzijds op basis van de helderheid op de x-as. En als hulpmiddel eigenlijk wat er gebeurt op de y-as, het aantal pixels. En dus ga je dan gaan bepalen van kijk, ja, staan die pixels daar, of staat dat histogram op de juiste plaats, of moet ik gaan ingrijpen om mijn histogram een beetje bij te sturen. Hè? Als ik meer ga belichten, schuif ik mijn histogram naar rechts. Ga ik mijn sluitertijd korter maken, dan schuif ik mijn histogram naar links. Dus belichten is het herkennen van de tonen in het landschap in je foto. En dan proberen die te herkennen in het histogram. Dat doe je enerzijds door hun positie op de x-as. En dan anderzijds als hulpmiddel eigenlijk ja, een beetje een indicatie van het aantal pixels van die toon. Wat zijn schaduwen in de natuur? Ik denk aan boslandschappen, nachtlandschappen, zo'n een vers ongeploegde akker, mensen die al in IJsland zijn geweest, zo die donkere lavastranden en donkere lavarotsen, silhouetten tegenlicht, we zitten allemaal in de schaduwregionen van een histogram. De middentonen, ja, alles wat met groen te maken heeft, gras, vegetatie. Uiteraard zit daar wel variatie in. In een grasveld of ja, met veel zonlicht op, of een grasveld die nog in de schaduw ligt, heeft natuurlijk een andere helderheid. Maar grosso modo zitten die hier rond het midden. Zo die ja, bruinige zandstranden zitten in middentonen, vegetatie, had ik al gezegd. Dan zo die krijtrotsen die we zo identificeren met Cap Griné en zo de krijtrotsen van Dover enzovoort, zit toch ook zo'n beetje in die grijzige tinten in de middentonen. En dan hooglichting, ja, is altijd de lucht, de wolken, eventueel sneeuwlandschappen. Of reflecties van die hooglichten, zoals de zon en de maan in het water, of reflecties van de lucht in het water. Ja, de zon, de maan uiteraard, straatverlichting voor wie met meer stedelijke landschappen bezig is. Dus zo leer je een beetje, ja, grosso modo, kennen wat hooglichten zijn, middentonen, schaduw. Nu, als we een keer een histogram bekijken, en ik had al gezegd, we moeten dat eigenlijk een beetje in zwart-wit gaan benaderen. Waarom? Omdat ja, we eigenlijk over helderheden spreken. En zo zie je eigenlijk ja, de verschillende helderheden hier mooi terugkomen in dit laagjeslandschap. Gaande van een heel fel, dit komt uiteraard overeen met deze piek hier in mijn histogram. En dan zien we zo, ja, grosso modo allemaal kleine bultjes in mijn histogram terugkomen. Wel, dat komt overeen met die laagjes die je hier ziet in het histogram met dan de donkerste lagen en dit kleine bultje. Dus weet op de y-as, dus hoeveel pixels van die bepaalde toon aanwezig zijn. Nu, het histogram vertelt ons ook of een foto over- of onderbelicht is. Dus wat moet je ten alle tijde vermijden, zijn onderbelichte foto's. En je ziet dat het histogram raakt aan de linkerkant. Dat betekent dat daar schaduwen aanwezig zijn die volledig zwart zijn geworden, die volledig donker zijn geworden. Ik zie daar geen detail meer in. Een overlicht beeld, dan ga je eigenlijk aan de rechterkant tegen het histogram komen. Dus het histogram gaat raken aan de rechterkant. Ja, dat betekent dat daar hooglichten in zitten die zo helder zijn geworden, ja, dat die uitgebrand zijn. En dan, ja, een correct belichte foto is eigenlijk een foto waarbij
het histogram zowel links als rechts niet raakt. Hè? Dus alle mooie informatie daar mooi tussen zit. Dus als we een keer naar dit beeld kijken, hier zien we eigenlijk vooral, we zien hier sneeuw, die onscherpe voorgrond, we zien een vrij grijze, heldere rug. Maar eigenlijk heeft mijn camera dat te donker weergegeven. Die sneeuw is niet wit, die lucht is, dat is zo van zo'n witte sneeuwlucht. Ja, die wordt als grijs weergegeven, dus de camera heeft hier eigenlijk onderbelicht. Hij probeert die lichte tonen eigenlijk als een middentoon te gaan fotograferen. Dus ik moest tegen mijn camera zeggen, je moet hier gaan overbelichten met 1 à 2 stops om de informatie in het histogram mooi naar de rechterkant te krijgen en ervoor te zorgen dat mijn sneeuw wit is en mijn lucht mooi wit werd. Dus de camera was hier eigenlijk die lichte tonen aan het onderbelichten en aan het proberen te registreren als middentonen. Nog zo'n geval, een sneeuwlandschap in IJsland. Als ik niets aan de belichting van mijn camera ga doen, en dus vertrouw op de automatische belichting, laten we maar zeggen, ik ga geen belichtingscompensatie toepassen, dan wordt die sneeuw opnieuw heel grijs weergegeven. Je ziet hier een piek op de y-as voor die hoge, grote hoeveelheid aan lichte tonen, maar die zit toch richting de middentonen. Hè. Die moet veel meer naar rechts in het histogram om mooi wit te worden. Dus dat zijn zo klassieke voorbeelden waar het fout loopt met de belichting. Nu, er is ook een techniek en die heet Exposed to the Right. En wat betekent Exposed to the Right? In een histogram waar je de mogelijkheid hebt om naar rechts te verschuiven zonder dat je clipping krijgt, dus zonder dat de hooglichten uitbranden. En herinner je mijn vorige slides, zonder dat je het histogram aan de rechterkant gaat raken, waar dat je lichte tonen krijgt of hooglichten krijgt die uitbranden, dat mag natuurlijk niet. Maar als je, zoals je ziet in dit histogram, nog de ruimte hebt aan de rechterkant, dan ga je eigenlijk proberen om je beeld in het veld misschien lichter te fotograferen dan dat je misschien zou het willen als eindresultaat. Maar door alles zo licht mogelijk te fotograferen, ga je eigenlijk zorgen voor de beste kwaliteit van je RAW-file. En de Exposed to the Right techniek is eigenlijk dus een techniek om ervoor te zorgen dat je alles lichter fotografeert dan dat je wenst. Want in de lichtere tonen heb je heb je een betere signaal-ruisverhouding. In donkere tonen gaat ruis zich sneller manifesteren. Dus door alles lichter te gaan fotograferen en ook die donkere tonen lichter te gaan fotograferen, ga je eigenlijk ook een betere ruisverhouding krijgen in het beeld. Achteraf kan je natuurlijk zeggen van, maar dat beeld ziet er een beetje te flats uit en te donker. En je kan natuurlijk achteraf de belichting terug een beetje terugschroeven in Lightroom. Maar dan ga je eigenlijk toch ervoor gezorgd hebben dat je een raw beeld hebt in maximale kwaliteit. Als je een beeld hebt die te donker is en je moet dat gaan oplichten, dan ga je eigenlijk de ruis gaan verduidelijken. Terwijl als je een beeld hebt die iets lichter is, ik zeg niet te licht is een histogram die raakt aan de rechterkant en dan ben je natuurlijk informatie kwijt. Maar een histogram of een beeld dat lichter is dan dat je zou wensen, terug donkerder maken, is eigenlijk kwaliteit winnen. Dus dat is die Exposed to the Right techniek die je in sommige situaties kunt gaan toepassen ook. Nu gaan we nog eens een aantal histogrammen bekijken. Dit beeld er uiteraard bij om zo'n analyse te gaan maken van wat we nu eigenlijk zien in het histogram en in het beeld. Typisch voor zo dit soort landschappen, waarbij je een lucht hebt, een voorgrond en heel veel verschillende tonen, is dat je een heel breed histogram gaat hebben. Dat zie je ook. Het histogram strekt zich hier van rechts naar links. Waarom? Ik heb hier hooglichten in de lucht. Ik heb hier middentonen. Ik heb hier schaduwen. Ik heb hier eigenlijk een beetje alle soorten tonen aanwezig, en dus alle verschillende tonen zijn aanwezig, zodoende dat ik dus eigenlijk een vrij breed histogram heb die zo'n bultje maakt. Nu, het is een misvatting om te denken dat een histogram altijd een bultje moet maken. Dat wordt soms in cursussen beweerd. Nee, het histogram is specifiek per foto en soms kan een histogram heel smal zijn. Je moet niet altijd informatie, of je kunt niet altijd informatie hebben over het hele beeld. Over het hele histogram, dat gaan we straks wel nog zien in de voorbeelden. Nog zo'n typisch voorbeeld van een foto met veel contrast. Ik zie hier een lucht, hooglichten, ik zie hier middentonen, ik zie hier schaduwen.
Dus ik heb hier opnieuw een histogram die zich vrij breed gaat strekken van links naar rechts. Maar dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een histogram die zich veel minder breed strekt. En dat is ook logisch. Dit is een mistlandschap. Mist reduceert het contrast. Je gaat dus zelden echt puur zwart hebben. Wel, ja, in de schaduwen heb ik geen informatie. En ik zal hier uiteraard ook exposed to the right hebben. Ik heb hier moeten de belichting een beetje opschroeven. Anders was dit ook weer een onderbelicht beeld. Zodat de informatie mooi naar de rechterkant komt zonder te raken. En dan haal je eigenlijk een goed belicht beeld waarbij dat je gewoon geen informatie hebt aan de linkerkant van het histogram. Logisch, er zijn ook geen echte donkere tinten in aanwezig. Die mist vervaagt die voor een stuk. Hier zien we zo'n mooi voorbeeld van een histogram die grosso modo uit twee verschillende tonen bestaat. Zijn de hooglichten voor de lucht, zijn de middentonen voor de voorgrond. Wel, we zien dat mooi terugkomen ook hier in die piekjes. We hebben hier een piekje voor de lucht en we hebben hier een bultje voor de voorgrond. Die lucht is min of meer hetzelfde qua helderheid, vandaar dat die piek vrij smal is op de x-as. Die voorgrond daarentegen, die middentonen, daar zit wel wat variatie en dan kan je er wel wat lichter en wat donkerder groen. Vandaar dat het bultje voor de middentonen zich op de x-as een beetje breder uitstrekt. Omdat er verschillende helderheden van die middentonen aanwezig zijn. Er zijn tonen die iets helderder zijn, maar er zijn ook middentonen die iets donkerder zijn. Dan opnieuw een voorbeeld van een beeld waar er heel weinig contrast in zit, een mistlandschap. En dus zie je vooral helderde tonen en eventueel een beetje middentonen. Dus dat histogram zit vooral aan de rechterkant, de hoge piek ook, omdat het veel van dezelfde tonen zijn. Veel dezelfde pixels van dezelfde helderheid. En dan gaat dat hoog gaan op de y-as. Ja, aan de linkerkant weinig informatie. Waarom? Daar is ook gewoon weinig schaduw in aanwezig in dit beeld. Het is een heel leuk beeld. Waarom? Om te tonen dat een histogram eigenlijk echt soms maar twee streepjes kan zijn. En dus zeker niet altijd een bultje moet zijn. We zien hier twee pieken. Eén piek voor de helderste toon zijn het de sneeuw. En een tweede piek voor de iets donkerdere toon zijnde de lucht. En als je heel goed kijkt, zie je hier aan de rechterkant hier nog een heel mini bultje. Wel, dat zullen de pixels zijn voor die zwarte ezelspinguïn. Nog een beeld met heel weinig contrast, met geen schaduwen in. Dus dan zie je heel veel informatie. Heel veel van dit beeld is eigenlijk gewoon puur wit. Wel, ik ga hier een heel hoge piek hebben op de y-as. Aan de rechterkant in mijn beeld. Dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van een beeld met verschillende helderheden. We zien hier verschillende lagen met de verschillende helderheid. Wel, we zien die lagen ook terugkomen in het beeld, en in het histogram. We zien hier eigenlijk verschillende piekjes. Die komen dus overeen met een van die lagen. Deze piek zal uiteraard de lucht zijn en deze piek uiteraard de voorgrond hier. En dan heb ik hier nog een piek voor de middentoon. Ik vermoed dat dat eigenlijk ongeveer heel dit stuk zal zijn. En dan iets donkerder, dat zal waarschijnlijk dit stuk hier zijn. Dus we zien die lagen ook terugkomen in het histogram. Die pieken zijn trouwens op de y-as ongeveer van dezelfde hoogte. Ja, ongeveer even hoog. Waarom? Omdat die oppervlakken ook grosso modo qua oppervlakte, of die vlakken zijn grosso modo qua oppervlakte ook hetzelfde. Hier zien we nog een beeld met grosso modo twee helderheden. Zijnde deze helderheid van het groen. En dan is dat een beetje lichter is voor het gemaaide grasstuk. Wel, we zien die bulten terugkomen. Deze bult is in oppervlakte is dat minder die helderheid. Dus die bult gaat minder hoog gaan op de y-as. En deze gaat hoger op de y-as. Waarom? In oppervlakte is deze kleur en deze kleur. Of deze helderheid en deze toon meer aanwezig. En als je heel goed kijkt, zie je hier ook nog een paar pixeltjes aan de linkerkant. Dat zal die boom zijn die zich daar. Uiteraard zijn dat maar een paar pixels, dus dat gaat weinig hoog gaan op de y-as. Nu zien we een beeld met eigenlijk hoofdzakelijk middentonen. Dat zien we ook in het histogram. Ik heb een bultje in het midden. En dan tenslotte, dit beeld is eigenlijk een hele leuke. Als je puur naar het histogram kijkt,
dan zou je zeggen, oei, dit beeld is compleet fout belicht. Waarom? Ik heb uitbranding in de hooglichten. Ik heb dichtgelopen schaduwen. Als dit het histogram was van een landschapsfoto, dan was het zeker een probleem. Waarom? Dan zou de lucht helemaal uitgebrand zijn en de voorgrond heel donker. Maar dit is een soort ja, silhouetopname, waarbij dat ik eigenlijk heel fel onderbelicht heb, waardoor, waarbij dat ik wou ook dat de donkere delen eigenlijk zo donker werden dat daar geen detail meer in zat. En dan ja, een licht vlekje, die dan uiteraard heel sterk in contrasteert met die donkere tonen om het silhouet van het sneeuwklokje in te tonen. Dus als je histogrammen bekijkt en belichtingen, je kunt nooit zeggen, als je een histogram ziet, of het histogram of die foto goed of fout belicht is. Je moet er altijd de foto bij zien. En dus het is een fabeltje om te denken, het perfecte histogram is een mooi bultje en zo moet elke foto zijn. Nee, dat is heel specifiek per foto, afhankelijk van de tonen die erin aanwezig zijn. En dus ja, moet je altijd de foto erbij zien om te kunnen gaan bepalen of het histogram correct is en de foto dus bij gevolg goed belicht is. Heel belangrijk nog, een laatste opmerking bij die histogrammen. Het histogram op de camera is altijd het histogram van je JPEG-foto. En dus nooit van je RAW-beeld. Je kunt eigenlijk op je camera geen RAW-beelden zien. Wat je ziet is eigenlijk altijd een soort JPEG-preview. Die JPEG-preview, die wordt ja, beïnvloed, laten we maar zeggen. Die wordt eigenlijk een beetje bewerkt op basis van het profiel waarin je fotografeert. Ik denk aan landscape, vivid, portret, levendig, flat, gelijkmatig. Dat zijn allemaal profielen die afhankelijk van het toestel, merk enzovoort, in je camera zitten. En die bepalen het uitzicht van het JPEG-beeldje. Die bepalen dus ook voor een stuk, want je ziet ook het histogram van dat JPEG-beeldje. Je ziet nooit het histogram van het RAW-beeld. Dus die profielen hebben ook invloed op het, ja, het histogram dat je gaat zien. Dus als je in een profiel fotografeert met heel veel contrast, zoals landscape en vivid, ja, dan gaat het contrast in die JPEG beïnvloed worden en dus ook het histogram gaat beïnvloed worden. Je kijkt dus eigenlijk naar een histogram dat niet helemaal gaat overeenkomen met het histogram van je RAW-beeld, want in je RAW-beeld zit dat histogram van dat profiel, van dat cameraprofiel niet. Dus eigenlijk is het best als je in RAW fotografeert om een profiel te gebruiken waarvan het contrast heel laag staat. Dus een heel neutraal profiel, zoals neutraal of zelfs gelijkmatig zit in sommige camera's. Gelijkmatig, vlak is flat, is nog iets neutraler dan neutraal. En zo ga je eigenlijk veel meer het histogram zien, en ook het fotootje, van het RAW-beeld. Want als je dat niet doet, dan kun je verkeerde beslissingen gaan maken. Namelijk, deze foto is gemaakt in het profiel landscape. Landscape voegt veel contrast toe. Dat contrast is schijnbaar aanwezig in die foto. Het zit niet echt in mijn RAW-beeld. Als ik contrast in mijn RAW-beeld wil, moet ik dan een nabewerking doen. Maar het wordt toegepast op basis van de JPEG en beïnvloedt dus ook mijn profiel, of beïnvloedt dus ook mijn histogram. En wat zie je? Ik heb hier uitbranding aan de rechterkant. Nu zou ik gaan beslissen om eventueel een verloopfilter te gaan gebruiken. Of als ik kan onder te belichten om niet meer aan de rechterkant te raken. Maar je zult zien dat diezelfde foto met dezelfde instelling in een ander profiel zijnde een custom profiel die ik heb aangemaakt in mijn camera, waarvan het contrast helemaal negatief staat. En je ziet dat die informatie hier wel netjes in mijn histogram past. Dus kijk eens welk groot verschil in histogram door gewoon het profiel te veranderen. De RAW-foto van deze beide RAW-foto's zijn identiek. Daar gaat geen verschil in zijn, maar het histogram is anders. En in het veld zou ik dus foute dingen kunnen beslissen, want ik zie dit histogram, maar dit komt eigenlijk niet overeen met het histogram van mijn RAW-beeld. Dit is meer wat het histogram van mijn RAW-beeld gaat worden, en dus de foto is goed belicht, terwijl ik hier eigenlijk zou gaan beslissen om filters op onderbelichting toe te passen. Nog een laatste voorbeeldje. Ik fotografeer hier opnieuw in het profiel landscape. Ik zit hier zowel links als rechts tegen. Dat betekent lucht heel helder,
misschien een beetje uitbranding, schaduwen op sommige plaatsen dichtgelopen. Maar in datzelfde profiel, maar diezelfde foto in een ander profiel, in mijn custom profiel, dus dat is een eigen profiel die ik heb aangemaakt, waarvan het contrast helemaal negatief staat, dus min 3 of zo, was dat in mijn geval. En dan zie je dat die informatie hier gewoon heel mooi tussen het histogram past. Dus heel mooi in het histogram past. Je ziet ook een groot verschil. Nog eens, het rouwbeeld hier en hier is net hetzelfde. Maar de beslissing die ik zou maken op basis van dit beeld in het veld, zou zijn opnieuw onderbelichten of filters gaan gebruiken. Terwijl dat dit eigenlijk perfect belicht was. Dus je moet er heel goed bij beseffen dat wat je ziet op je camera is nooit exact wat je gaat zien in nabewerking. Maar om het verschil zo klein mogelijk te maken, gebruik je best zo'n neutraal profiel. Of ga je zelfs, je kunt nog een stap verder gaan, een custom profiel aanmaken waarvan je het contrast eigenlijk heel laag zet. En dan ga je een voorbeeld zien en ook een histogram zien dat het rauw histogram achteraf in nabewerking zoveel mogelijk gaat benaderen. En als je dan uitbranding hebt, dan weet je ook effectief dat er uitbranding is. Als deze foto uitgebrand zou zijn, ja, dan moet ik iets gaan toepassen, onderbelichten, eventuele filter als het nodig zou zijn. Terwijl bij deze foto, ja, ik denk dat hier uitbranding is, maar eigenlijk is er niets aan de hand. Zo, dat was mijn uitleg over het histogram. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Er is ook altijd een opdrachtje aangekoppeld en in een ander videotje ga ik jullie vertellen wat die opdracht nu ook inhoudt. Dankjewel om te kijken. Dag.